Op woensdag was de officiële lancering van de Green Mobile Education Center van het Zonnecollege. Met een feestelijk programma op het Hanseplein in Zwolle liet het Zonnecollege zien welke bijdrage het rijdend leslokaal levert aan het verzorgen van actueel praktijkrijk groen onderwijs. En wat is een rijdend leslokaal precies? Een rijdend leslokaal is eigenlijk een lokaal met alle voorzieningen die je in school ook hebt. Zoals stroom, internet, schermen waar je mee kunt werken, whiteboard. Zodat je eigenlijk in de praktijk les kan geven. Dus dan hoef je dat niet op school te doen. Maar dan kun je dat bijvoorbeeld op een praktijkbedrijf doen. Zoals bijvoorbeeld een veehouderijbedrijf of een bedrijf van voeding. Nou, het handige hiervan is dat we eigenlijk merken dat als onze studenten in de praktijk zijn, dat ze dan veel meer leren. Dus als ik theorie geef in een klaslokaal, dan koppelen ze dat aan school. En niet eigenlijk aan het werkveld waar ze eigenlijk moeten werken. Terwijl als je een theorie geeft in de praktijk, zie je dat ze dat kunnen koppelen en dan gaat het veel beter. Ja, dat is inderdaad zo. Doordat je al praktijkervaring koppelt aan BPV-bedrijven, zie je dat de netwerken van de studenten groter worden en dat ze dus makkelijker een baan kunnen vinden. En vooral ook in de regio, hè, want dat is iets wat wij belangrijk vinden. Hè, Oost-Nederland is hartstikke mooi. Er is genoeg werkgelegenheid hier. Hier zijn ook banen. En door dat netwerk kunnen studenten die vinden.